Kunnen we alsjeblieft even naar een compilatie van Sander Salt van 27 uur. Met alleen maar afleveringen die hij samen met mij heeft opgenomen. Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Nuzlocke. Nee, Avatar Lock met Sander van Spelletjes SB. Oh, er is net iets heel ergs gebeurd. Wat? Oh, dat zul je wel zien als je de aflevering terugkijkt. Vind ik je alweer vermoeiend. Je hoort het juist niet te vermoeiend te vinden, want ik heb dit keer niks geregeld in plaats van wel iets. Dat was de hele grap. Oh, oké. Okay. Nou, goed dat je me even uitlegt. Ja, anders dan denk ik dat het ook zo zielig voor je. Ik ga zo aan de tweede trial beginnen. Niet wachten, deze man. Die is echt zo van, joh, het boeit mij niet hoe ver jij bent. Ja, maar ik heb al dan... Wow, ik moet tegen een Megalopunny. Ik heb de hele vorige aflevering, of de halve vorige aflevering al niks zitten doen. Omdat ik op jou wacht en nog niet om de trial wou beginnen. Nee, dit is maar de laatste 5 minuten of zo. Oh, trouwens, Megalopunny is fight. Ik moet zo snel mogelijk met die Vigoroth weg. Nee, hoeft niet. Grapje. Wat een haat. Ik zei nog grapje erachteraan. Dat jij meteen boos wordt, dat is niet mijn schuld. Oh. Sorry dat jij nergens tegen kan. Oké, Sander. Jij vuile bitch. Zo'n goede sneer. Altijd, weet altijd. Gewoon, als iemand boos is, gewoon zeggen... Oh, sorry dat je daar niet tegen kon. Dat is zo'n goede sneer, echt. Vooral als je dan je cool blijft houden, zeg maar. Dat is echt prachtig. Dan maak je mensen nog bozer namelijk. Kunnen we alsjeblieft even naar een compilatie van Sander Salt van 27 uur. Met alleen maar afleveringen die hij samen met mij heeft opgenomen. Ja, Fossil. Ik ben even bezig. Okay. Wat? Ja, Fossil. Die ga ik allemaal fossielfeesten en zo. Stone plate, dan heb ik ook nog een Draco plate, een heel powerful incense magnet, iron plate. Waarom heb ik zoveel plates, jongen? Je houdt van plates. Ja, van die grote vooral. Van die lekker zacht, hè. Wat, ik bedoelde gewoon een plate als in, als je bestelt, zeg maar, dan wil ik zo'n grote plate met plates. Ah, oké, dat kan ook. Ja. Ik dacht plate als in een dekentje, dat noemen ze ook wel eens een plate. Nee, dat hoeft niet. Nou, oké. Het is al warm genoeg in Nederland, over het algemeen. Nou, ik wist niet dat je daar niet tegen kon. Ja, joh. Wat een lul is zo bij die Misschien wel, ja. Oké, ik ben nu in de trial. Oh, jij bent verder dan ik. Nee. Ik ben nu bij Brooklyn Hill. Ja, oké, daar is volgens mij de trial. Maar je bent verder dan ik. Ik praat nu tegen Lana. Ja, ik ben tegen zo'n vechtje... Zo'n mannetje aan het vechten die nog onderin... Een beetje naar onder in de route stond. Maar wacht... Hè? Maar jij was nog vet ver voor en je was uren aan het wachten de vorige aflevering. Ja, maar jij hebt die double battle net zo echt gewoon gespeed-up met je speed-up button. Ja, hallo. Het was een Sunkern en een... Nog eentje. Oké. Okay. Sowieso een Sunkern. En die had ik zo dood, want ik heb een Starivia. Dus, Starivia! Vind je het gek? Ja, dat vind ik wel gek. Nee. Oh, ik heb een ability op Grottle, dat als ik physical gehit word, dat die dan de tegenstander speed verliest. Dus dat is wel nice. Oh, nice. De Tangling Hair. Nee, een andere. Gooey. Oh. Gooey it is. Oh, dat klinkt hetzelfde als de Pokémon. Goomy. Oh ja, maar dan zonder klinkt M. Als. Ja, klinkt als, hè. Ja. Ik bedoel, als we nu hints aan het spelen waren, dan... Hits. Dan had ik het gesnapt. Een Bronzong, die mag ik niet vangen. Nee, ik wel. Die is namelijk best wel stalig. Jawel. Jawel. Ik heb geen Dark Type move. Normaal heb je die best wel vaak eigenlijk. Ah, bite of zo inderdaad.
Ja, bite. There's no running for my trial. Oh, ik ga verliezen. Mooi zo. Oké. Okay. Leuk om te weten dat jij okay. dat wil. Oké. Okay. Oké, okay, ik ben ook in Brooklyn Hill. En nu ga ik aan de trial beginnen van Lana. Oh, ik heb een go... Oh, dat is Confusory. Is Burke niet super effectief op Psychic? Het zou best eens kunnen, ja. Alleen ik denk dat dat door de steel typing... Ja. Dus dat heeft niet zoveel nut. Ik denk dat ik gewoon naar mijn ice type ga. Dat zou je in theorie kunnen doen. Ik weet niet of die ice resist eigenlijk. Tegen welke Pokémon vecht je? Bronzong. Oh ja. Ja, aan ijs heb je niet zoveel. Ik weet niet of ijs eigenlijk tegen steel resist en ik ben asleep. Ja, aan ijs heb je niet zoveel hoor. Tegen steel. Oh. Dus toch. En aan rock? Oh, ook niet echt. Je moet eigenlijk fire of dark hebben. Ja, maar die heb ik dus niet. Nee, water. Ja. Is water niet ook super effective tegen steel? Nee, wat denk je dat het gaat roesten? Ja. Nee. Ja, eigenlijk wel. Maar roesten als het weer giet. En zeg je, maar roost is een flying type move. Over roest gesproken, ik moet toch een Braviary, die heeft sowieso roest. Ah, wat een naaierij, Hiro! Ik ben confused and asleep. Nice. Om het je extra moeilijk te maken. Can be used once to heal all status conditions. Nice. Telt confusion all status conditions? Ja, ik denk het wel. Dan ga ik het doen. Anders, jammer van mijn lava cookie. Ja, oké. Okay. Ah! Nee. Wat is gebeurd? Deze man. De play. Deze man. Wacht. Deed hij predicten die jou... Ja, hij deed weer hypnosis. En hij landde ook nog. Wat een onzin, hè? Want waarom zou hij hypnosis doen als jij als asleep bent? Ja, daarom. Dat is precies... Hij moet het gewoon gekald hebben. Maar hoe dan... Ja, ik heb nog wel een Castillo Cone en een Full Restore, alleen ik wil eigenlijk niet al die dingen nu al gebruiken. Nee, snap ik. Later ga ik het veel meer nodig hebben waarschijnlijk. Oh, deze Golem doet Rock Polish. Oh, geen Electric Type Move doen. Doe Razor! Oeh, Magnitude, oh jee. Ik ga weer Confuse Rayen. Oh, ik haat mijn leven echt op dit moment eventjes. Nou, dat is balen. Wil je erover praten, Sander? Nee. Ah. Oh, je back dan? Nee. Grapje. Wow, yo, wat deed hij voor een aanval? Dat je doodgaat daardoor. Dat krijg je als je zo gemeen doet tegen mij. Ja, dat was wel gemeen. Woke up. Oh, please, niet confused. Oh, voor de... Sorry, ik moet even niezen. Kom op, doe zo'n bubble beampie. En roest die bitch helemaal kapot. Oh, nee, tuurlijk, hit jezelf. You mad, bro? Nou, drie keer achter elkaar. Gewoon zichzelf hitten, hè? Wat een lullo. Echt, weet je, lichtpuntje? Je bent een donker puntje voor mij. Wow, oh. Wat een haard. Ja. Ja. Kun je niet maken. In Prism al alles. Maar ik doe niet meer. Snapped out. Nou, dat mag ook wel eens een keer, zeg. Sean. Hey, critical hit. Oh, ik dacht eventjes dat het super effect was. Waarom weet je maar twee keer? Wat is dit voor een onzin? Oh, mijn defense fell. Nu moet ik switchen, want anders ga ik dood.
Ja, dat is wel handig dan, misschien. Ja. Wat een lul. Bronzong heeft vast een lage speed, toch? Ja, volgens mij wel. Steel Pokémon's hebben we over het algemeen redelijk lage speed. Nope. Dan doet mijn Gyro Ball dus echt niks. Dat is wat ze noemen... Kut. In de oh, wow, wow. We zijn allebei kut. Ja. Ik moet weer even helen. Ja, soms moet dat gebeuren. Dus, Psywave. Psychische golf. Nou, dat is wel wat dat betekent in het Nederlands. Ja. Kan die Latios, wou ik zeggen, kan die Lapras niet sneller? Wat is deze ding? Nou, die Latios misschien wel, maar die Lapras weet ik niet. Wat een kut items heb ik vandaag, zeg. Ik heb nog geen één decent item gepakt. Waar blijft mijn lucky egg? Oh, alsof je al niet lucky genoeg bent met al wow. Die Pokémon die je hebt. Ja, met Pokémon misschien wel, maar met Mario Party is het allemaal skills. Nee, dat is nog meer geluk. How to trigger a Sander. Kijken. Asian Power. Oh. Ik heb de Bronzong eindelijk eens een keer verslaan. Wie kreeg Asian Power? Amora. Nee, Steenboy. Armaldo dus. Ik ben benieuwd hoe vaak je de boost krijgt. Wauw, en nu roept hij een extra Pokémon erbij. Nooit gebeurd. Ik doe dit voor Metal Claw, want Metal Claw, ik heb toch al een Steel type, zeg maar. En Fury Cut is Step. En Water Gun. Niet. Kan ook wel handig zijn. Deze Spearow sla ik helemaal naar de knoppen. Metal Claw, Physical. Water Gun is wel special en hij heeft niet zo hoge specials. Dus dan doe ik toch Water Gun weg. Denk ik. Ja. Zo, denk je dat? Nee, ik weet het zeker, want ik heb het zelf zojuist gedaan. Nu moet ik mijn Pokémon weer verzorgen. Je moet helemaal niks. Jawel, want het staat bovenin. Ja, dan hoef je niet op te drukken. Niet. Nee. Zo hard. Ja, swipe aan de moeder! Dan krijg ik wel dat ze doen van, hey, we houden van je. Het zijn allemaal leugens, Ander. Bro, ik had ooit een Pokémon en die deed ze van, hey, ik ga op 1 HP leven omdat ik van jou. Dat is wel nice. Waarom denk je dat ik dit doe? Voor mijn lol? Nee, tuurlijk niet. Ben jij gek? Ik dacht, jij houdt gewoon van om Pokémon te strelen. Dit heeft me door. Nee. Ik ga bijna tegen de laatste Sander. Oh. Ik heb de eerste net verslagen. Wat? Wat ja, ik zat heel lang met die Bronzong. Gast, die Bronzong zat me steeds te... Dus dan weer sleep, dan weer confusion, dan weer sleep en confusion, dan weer sleep en confusion, dan weer sleep en confusion, dan weer confusion. Maar je echt. Bent, je bent gewoon slecht, dus dat is wat je wou zeggen. Weet je wat? Laat maar. Doei! Nee hoor, Sander. Bedankt voor het kijken naar deze serie. Hij was wel eventjes leuk, maar nu gewoon niet meer. Nee. Oké, Sander, misschien komt de karma nu en krijg ik een boosted legendary als trial captain, zeg maar. Ik hoop het niet voor je. Kijk, zo lief ben ik dan weer, hè? Dat is lief, ja. Zeer zeker. Nooit haat op een Milan. Het is een... Het is een Gorbis. Nou, wel passelijk.
Die kan ik misschien one hit KO'en zonder dat hij iemand bij kan roepen. Want ik had... Ik had namelijk Grottle vooraan gezet. Ah. Oh, mijn game... Het leek echt alsof mijn game ineens vast ging lopen, jongen. Echt belachelijk dit. Oké, ik heb niet one hit KO'en. Oké, maar ik heb nu wel een Pidgeotto, dus die ga ik waarschijnlijk one hit KO'en. Oh, Gliscor, oef. Called for help, ga nou niet callen for help. No. Ja, dat deed hij bij mij ook al. Wat een onzin. Oh, Luxray. Oh, die Gliscor. Oh, Luxray. Ja, Luxray is niet zo sterk, hè. Past. Ik zit hier met een lichtpuntje in. Een lantern. Ja, ik. Maar lantern is zelf elektrisch, hè. Dus niet super ja, effective. Maar ook water. Ja, maar is niet super effective. Oh, ja. Nou, ik wilde dus electric ball doen, zo van, dan gaat Pidgeotto dood. Maar ja, toen deed hij ineens van, hé, laat ik een electric type oproepen, zodat hij jou kan verslaan. En ik heb geen ground type, dus dan duurt het weer zo lang. Oh, die Gorbis die leeft alweer op 1 HP. Had ik al verteld net tegen... Ja, dat heb ik wel gezegd, maar ik weet niet of je dat gehoord hebt. Dat hij een Gorbis bij... dat hij Gorbis een Gliscor heeft geroepen. Heb je dat gezegd? Ja. Yeah. Ja, dat heb ik gehoord dan. Ik ben zo hard genaaid. Wauw. Hoe mijn Pokémon doodging was niet te geloven. Gorbis doet waterpuls op mijn Grottle. En ik leef op 7 HP. Alleen met die waterpuls had hij me geconfused. En ik hitte mezelf in confusion. Wat een onzin, zeg. Oh, Luxray is niet zo goed. Hij doet letterlijk 33 HP op mijn Armaldo. Wat lul jij nou allemaal weer dan? Voor onzin. Heeft die Gorbis ook nog Poison Point? Wat is dit voor een onzin allemaal? Wow. Ja, dan haal je wel die drie wel makkelijk in. Oh, ik ben er pas één kwijt, Sander. We doen even normaal. Ja, maar die rest komt nog wel, hoor. De rest komt nog wel. Ik kan ik toch beter Smackdown. Die, volgens mij kan die Gliscor alleen maar harder, want hij heeft alleen nog maar harder gedaan. En harde is volgens mij... Ik kan een Gliscor alleen maar harden. Omdat hij level 18 is. Ik denk omdat hij level 18 is. Dus ja, ik moet... maar in deze game hebben ze movesets wel gepikt. Het is niet alsof we Leaf Green en Fire Red doen of zo. Ik zit even te denken. Ik denk dat ik een... Oh, dat is misschien niet handig. Oh, hij heeft ook Quick Attack. Dat doet 2 damage. Ik zit even te denken. Ik moet eigenlijk een Special Attack doen. Want hij heeft harder gedaan. Ja. Flash Cannon. Let's go. Doe niet alsof je tegen de muur praat. Dus ik helemaal niet hoe die gaat waarschijnlijk. Nee. Oh, ik wil wel Poison Powder. Nou, Sander is blij, want ik heb mijn eerste death. Nee, dat is niet waar. Oh, okay. Nu ben je me gewoon aan het framen, gast. Oké. Okay. Wat is beter, hypnosis of poison powder? Poison powder, denk ik. Weet je waarom? Nou kijk, de accuracy van hypnosis is heel laag. Maar als je hem eenmaal asleep hebt, dat is wel chill. Aan ja, maar het probleem is, dan heb je is hij na 1 of 2 beurten is hij weer wakker. En dan kan je weer opnieuw. En bij poison powder, dan heeft hij gewoon elke keer poison damage. Dus. Dat is waar. Poison powder en lead sheet, dat gaat wel hard dan. Precies. En dan kan je zetten. Dat is op mijn omelet namelijk, dus die heeft sowieso al lead sheet. Dus dan ga ik denk ik toch voor hypnosis. Oeh, ik heb een fishing rod gekregen. Alhoewel, we zagen net dat de hypnosis 3 keer hitte. Dus tja. Op de bronzong. Maar ja, dat is waarschijnlijk heel rare. Oh, weet je wat super chill is? Dat als je de trial gehaald hebt, dat Lana je dan teleporteert naar de Pokémon Center. Dat je het hele tering echt niet terug hoeft te lopen. Wat lief. Wat bedachtzaam.
Dus alsof Pokémon doorhad dat het niet steeds... Ja, maar heel veel mensen vinden dat wel een beetje handvast houden, zeg maar. Deze nou ook nog? Nou, dat vind ik niet. Ik vind teleporten niet hetzelfde als handje vasthouden. Lol, wist jij dat ik een Regirock heb gevangen? Oh ja, met een masterbal. Dat was een zie. Ik dacht dat ik een masterbal had, maar ik had die Regirock met een masterbal gevangen. Hij heeft weer een masterbal, hoor. Oh. Nou, ik had een masterbal. Daar heb ik die Regirock. En een Regirock met alleen maar explosion. Nee, hij heeft Stomp, Rock Throw, Charge Beam en Bulldoze. Niet eens Explosion. Nee. Oh, en ik heb al een Bronzong trouwens. Jezus, wat heb ik veel goede Pokémon's in mijn box. What the fuck? Oh, ik wou dat ik nu Surf had. Ik moet tegen en een Sandshrew en een Cast-Form Son. Form. Tegen een? Cast-Form Son Form. Ja, en daarna? Sandshrew. Oké. Okay. Here we get there. Oh, ik kan niet meer spellen blijkbaar. Dat water! Zo nou, klonk dat. Ik was bijna dood. Nee, maar zo klonk dat hoe je dat zei. Ja. Water! Welke Pokémon zou ik... Oh, wat? Super Potion doet 60 in deze game? Ja, zou kunnen. Damn. Dat is wel chill. Dat wist ik niet. Steel Fairy. Grantar. Psychic Steel. In eerst toch maar even die Sandshrew. Ik denk dat ik die Sandshrew wel in een 1-hit KO kan hebben. Ja, precies. Die Castform, dat duurt wat langer. Ik wist niet dat Castform zo bulky was eigenlijk. Is dat zo? Oh, ja. Hoe gaat hij nog een keer callen voor help? Daar heb ik niet om gevraagd. Ja, jij wel. Ja. Ja. Wow, ja. Ja. Er is niks aan geloven. Maar kan niet dat elke beurt, want dan blijf je gewoon bezig. Als de Pokémon naast hem dood is, kan het wel, ja. Volgens mij moet er één beurt tussen zitten. En daarna wel, ja. Nee, hij kan het gewoon elke beurt als dat ding dood is. Dus je moet eerst de Origin Pokémon... Ja, maar degene naast hem kan ook voor help callen, hè. Als die andere dood is. Ja, dat kan echt. Ja, maar dan moet ik sowieso voor de castvorm gaan. Oh, dan kunnen ze alle twee. Oh, en ik heb moeten healen. Oh, waarom ik dom. Oké, dit was wel mijn eigen fout als hij nu dood gaat. Oké, castvorm is wel dood. Dus ik heb niet twee damage. Oké. Skiddo is echt alleen gras, toch? Grass normal, toch? Is hij ook normal? Dan ga ik hem vangen. Nee, dat is alleen grass. Oh. Oké, nou, Sandshrew is nu inmiddels ook dood. Nu zijn ze alle twee dood. Het mag ook wel eens een keer. Ja, hoe kom ik daar? Er staan toch twee rocks in de... Oh, hier. Vraag beantwoord. Je kan wow, het een strand. Dat betekent dat je zo tegen je ding moet. En die totem Pokémon die kon je krijgen of zo, toch? Met bepaald iets. Ja, ja, bij Samson ook, ja. Een area doos. Nou, die ga ik niet eens vangen, jongens. Als ik zie wat ik nog in de box heb, dan hoef ik geen area doos. Nee, dat snap ik. Beetje mij intimideren, boyo, durf je? Yo, misschien is dat ook nog wel leuk voor een volgende serie. Een Shuffle-Lock versus. Wat? Hoe werkt de Shuffle-Lock ook alweer? Want dat ben ik even kwijt. Oké. Shuffle-Lock, dat is de serie die ik nu doe. Voor de mensen die dat niet wisten. Op mijn kanaal doe ik een Fire-Red Shuffle-Lock. En eigenlijk elke gym battle, dan wordt je team gererandomized. Dus dan pak je een randomizer qua nummers en dan die randomize je en dan ja, vul je dus eigenlijk je Pokémon opnieuw in. Oké, dat is wel interessant, ja. En maar... als versus lijkt het me nog interessanter, want in je eentje is het al interessant, omdat je heel erg zit met, je kunt een hele goede Pokémon hebben die ineens trash wordt. Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja. Het enige regel wat ik dan nog doe, is als ik bijvoorbeeld
een starter heb en die is level 16 en die evolueert, dan doe ik wel dat, stel ik heb een Pichu, dat ik dan de volgende evolutie pak, zeg maar. Want anders wordt het echt heel naaiend. Wat? Dus als je een laatste stage hebt, dan wordt die altijd geëvolueerd naar de laatste stage van de gerandomized Pokémon. Oké. Okay. Maar dan heb je eigenlijk al... een beetje... Ja, maar dan heb je eigenlijk altijd goede Pokémons. Nee, want als je een basic Pokémon krijgt... Stel, ik krijg een Dunsparce voor mijn Charizard... Dan begin ik dus weer opnieuw. Ja, oké. Okay. Dan wordt die automatisch dus ook altijd naar de base vorm gezet. Oh, oké. Okay. Dus het werkt andersom ook. Dus het kan ook kut zijn. Alleen... Oh, Wing Attack is disabled. Rip. Oh, Decidueye is zeker ook Ghost, of niet? Is Decidueye jouw aura-Pokémon? Jouw totem? Ja. Oef. Maar die mag ik niet, want Ghost is... Flying Type? Air Type bedoel ik. Ja. Dus die mag ik niet. Ja, maar Sander, je mag wel gras. Maar, oh ja! Ja, oh, maar het, is okay. Het is de totem, hè? Dus je kan. Die totems die je kan krijgen, zullen waarschijnlijk weer anders gerandomized zijn, zeg maar. Ah. Maar weet je dat dan wel van tevoren? Ja, ik denk het wel, maar dat weet ik niet. Ik ga het ook niet eens proberen, zeg maar. Oeh, een Pokéball. Is de Masterball? Oh, gelukkig. Oh, een Dome Fossiel. Nice. Oké, okay, misschien eerst... Jeet, man. Ik weet even niet wat ik moet doen. De Decidueye is niet flying, hè? De Decidueye is niet flying. Nee, is Grass Ghost. Fuck. Dan is Psychic dus ook niet handig. En sowieso niet handig, want er staat ook een Dusclops trouwens. Ja, dan moet ik in de Steel-type. Oh ja, die heeft Bug. Dat is wel super effect volgens mij ook tegen Ghost. En tegen Grass natuurlijk. Dus dat, oké, dan... Hoe Rage Leaf, hoeveel doet dat? Oké, dat valt mee, Oh, ik moet toch naar Mega Manectric. Noem Pim is op Decidueye. Oeh, Omnius Wind. Oeh, die is sterk volgens mij. Oké, volgens mij heeft deze Dusclops alleen maar Foresight. Jij hebt best wel eens een moeilijke pairing hoor, waar je tegen moet. Ja, dat vond ik ook wel eigenlijk. Wojo, zo heeft hij een voerenstoor. Dit zak. Hier, ja, maar dit bedoel ik. Ik heb best wel... Mijn tegenstanders zijn niet de minste. Oh, Disable. Nee, dan doe ik de aanval niet zeker. Dat denk ik niet, nee. Nee, inderdaad niet. Ik heb nog een Steenboy, maar die is ook weer rock. Dus dan is de grass weer neutral. Dat zei ik heel raar, maar dat boeit eventjes niet. Iedereen snapte wat je bedoelde, Sander. Ja, daarom. Ik zit in paniek, oké, boys. Shadow Sneak, oké. Dat doet niet zoveel. Omnius Wind. Ja, dat doet best wel veel. Oké, als we alle twee hetzelfde zouden doen, zou ik het kunnen overleven. En misschien, als ik eerst ben, dan is het de Decidueye dood. Dan moet ik dus eerder zijn dan de Decidueye. En ben je eerder? Dat weet ik dus niet, want ik heb zo net geswitcht. Dus dan okay. Ja, kun je dat niet zien. Ik ga het gokken. Dan mag hij mag nu wel Omnius Wind doen, maar dan mag hij geen crit hebben. Oké, Fury Cutter. Oh, als die Aftermath heeft. Oké, hij is niet dood. Dat maakt het niet beter, maar... Hij... Oh, wacht. Super Potion is 60 in deze game, dus dan kan ik net zo goed 60 doen. Of Super Potion. Dan ben ik weer full health.
als die gast nou even foresight doet, die andere gast. Waarom doet hij nu ineens allemaal shadow sneak? Net nu ik het nodig heb. Rip. Oh, dat was een high roll, denk ik. What the fuck? Oh, wat kut dit. Even kijken. Ik weet het niet. Ik kan nog super potion. Heb je iets van een... Oh nee, laat maar, dat gaat niet. Heb je Aqua Jet op een Pokémon of niet? Nee. Oh, een Serperi, die mag ik niet, maar die is wel vet. Very good, is disabled. Oké, ik ga Smackdown, dan is in ieder geval de Situate dood. Ik weet nu alsnog niet of ik... Astonish! Dat is gunstig. Want Astonish is slechter dan... Hoe heet het? Dan Omnius Wind. Oké, de Situate is dood. Die zorgen hebben we al niet meer. Nu dus klopt. En ik ben een leveltje omhoog. Heel veel Pokémon zijn een level omhoog. Dat komt waarschijnlijk omdat het een Decidueye is. Die geeft waarschijnlijk best wel veel. Ja. Furcut. Oh ja, Furcut is disabled. Ja, ik ga toch gewoon voor Smackdown op die Dusclops. Kijken hoeveel dat doet. Ik denk dat het nu die de Decidueye weg is. Ah, oh, Poison Torch. Oef. Ja, ik werd net ook door een Aftermath geraakt. Ik dacht van oef. Oh ja, dat is wel. Oké, ik denk wel dat het nu wel moet lukken. De vraag is, ga ik nu healen? In principe 33. En ik was al gedamaged, dus in principe, als hij een crit krijgt, ben ik mogelijk fucked. Dan hopen we dat je geen crit krijgt. Nee, ik ga het niet risken. Dit keer. Ik doe een potion. Risk it for the biscuit. Nou, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk wel. Maar nu ben ik iets hoger. Ik denk dat ik nu een crit ook zou kunnen overleven. Shadow Sneak. Oké. Ja, hij is neer. Yes. Nice. Volgens mij krijg je dan de poison ook niet. Niet dat het nu veel uitmaakte, want ik heb nu best nog wel veel XP over. Nice. I did it. Nice. Als je dan zo klaar bent met je cutscene, dan gaan we de aflevering bijna. Ja, precies. Nou, dan hebben we de tweede trial gehaald. Zeker, zeker. Nou, op zich, ik vind dat ik het best goed doe. Zeker, zeker. Deze opname set. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, ik heb best lastige Pokémon. Ik bedoel, eerst al twee legendaries. Daarna, nou ja, deze totem Pokémon waren ook niet geheel niet lastig, zeg maar. Nee, jij had best wel een lastige totem fight, hoor. Ik denk dat ik hooguit wel één of twee Pokémon was verloren, nooit mijn hele team, maar ik had wel eens in gedachte, ik ga een Pokémon verliezen. Dat wel. Gelukkig was dat niet zo. Zeker niet. Zeker, gelukkig wel. Ja. Yeah. Ik snap hem. Gelukkig. Ja. Trial complete. Yes. En je krijgt zometeen nog een mooie visengel. Oh. Ja, ik zie het. Fishing rod. Dat is zo'n rod voor fishing. Ja, hoe is het? Ja. En 10 dive balls, dat is voor Water Tribe best wel gunstig. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus. Ben je zover? Ja.
Bedankt voor het kijken van de aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Ga dan heel even naar zijn kanaal. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos. Doei.